Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik eindelijk weer eens een keer kringlopen voor kleding. Dat is voor mijn gevoel al zo lang geleden. Ik heb het al best wel vaak in de comments weer gezien dat jullie dat heel graag wilden doen. Ik had het volgens mij ook al een keer beloofd, maar niet echt gedaan. Omdat mijn hoofd meer zit bij decoratie, interieur. Omdat ik natuurlijk ben verhuisd. Ik heb dus heel veel video's online staan over verhuizen, huizen, huizen. En eigenlijk had ik zin om nog meer video's te maken over ons huis en decoratie en inrichting en whatever. Maar toen dacht ik, ik ga gewoon weer voor jullie een video opnemen waarin ik kringloop kleding ga zoeken. Ik heb vandaag ook een shirtje aan, die heb ik ook uit de kringloop. En toen dacht ik, ja, nou, ik heb er gewoon weer zin in eigenlijk. Wat het is, ik ga vandaag naar Alkmaar. En ik ben al eerder naar Alkmaar geweest. Ik vind dat gewoon een van de chillste dingen ever om te doen. Wat er namelijk is, in Alkmaar heb je de Zijperstraat. En in de Zijperstraat zijn 4 kringloopwinkels. Een van die kringloopwinkels is Stichting Kook. Nou, Stichting Kook was laatst gesloten, permanent gesloten, dramatisch. Ik kreeg ook een comment van een van jullie of een DM. Ik weet niet meer precies wat het was, maar in ieder geval dat Stichting Kook dus permanent gesloten was. Super, super naar, helemaal vervelend, want dat is echt een van mijn favoriete kringloopwinkels tot nu toe. Toen kreeg ik een filmpje opeens van Leonie doorgestuurd dat Stichting Kook weer open is. En Stichting Kook is gewoon mega leuk. Is niet continu open. Is volgens mij alleen op een woensdag en een vrijdag open. En de eerste zaterdag van de maand. Dus vandaag is het dus open. Ik heb super veel zin om er naartoe te gaan. En ik dacht, dan kan ik het gewoon net zo goed gaan filmen. Ik heb geen idee of ik echt 4 kringloopwinkels ga redden. Maar ik heb gewoon wel echt zin om sowieso naar de Rattenplan daar te gaan. En sowieso naar Stichting Kook. Daar was ik ook vorige keer zo goed geslaagd voor kleding. Dat ik gewoon graag daarheen ga. En ik neem jullie gewoon weer mee. Ik hoop dat ik iets leuks vind. En dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Dus let's go. Wow, dat was net een savage. Meaning. Te veel TikTok. Oké, het regent mega erg, dus leuke sfeerbeelden van buiten zitten in deze video even niet erin. Sorry. Het is mega druk, maar ze hebben hier altijd zoveel kleding en accessoires. Dus ik ga gewoon de looproute volgen, wat eigenlijk wel hartstikke lekker is. Maar volgens mij is het allemaal sport, paardrijdingen, mannenjassen. Dat is best wel mooi. Even kijken. Het is echt mega druk.
Oké. Het is echt mega druk, waardoor het voor andere mensen niet super leuk is, denk ik, als ik continu loop te filmen. Ik heb echt een car vol. In het begin dacht ik, ga niet zo goed, maar ik heb veel. Ik heb zelfs bikinis, een blouseje, een jurkje, rokjes, een jas. Niet helemaal qua maat of ik weet dat het goed is, maar ja, ik weet van ervaring dat ik gewoon moet passen. Want soms pas ik echt in een maat 46, soms in een 36 en ik heb eigenlijk zelf maat 42. Dus let's go, passen. Ze hebben trouwens wel wat minder aanbod dan de vorige keer dat ik er was. En het kan natuurlijk zo zijn dat ze door de hele periode hiervoor weinig spullen aannamen. Dat kan heel goed. Maar ik dacht wel van, oeh, nee. Even meer. Oké. De jas is eigenlijk een maat S. En deze is groen. Trenchcoat. Ik vond hem cool. Het merk is FNL. FNL. Kent iemand het? Ik weet het. Meestal is een S qua armlengte, daarom probeer ik het ook. Nou. Is dit leuk? Ik weet niet hoor. Ja, oké. Het past niet dicht. Qua knopen. Ik vind de kleur echt helemaal cool. Hij past alleen niet dicht qua knopen. Kijk, hij kan dicht, maar dat staat gewoon op springen. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik jassen vaak wel open draag of op het centuur. Ja, ik vind deze eigenlijk wel heel erg cool. Maar is dit toch wel te klein in de zin van de armen? Kijk, dat hij niet dicht kan, dat weet ik niet wel. Ik vind hem zo cool. Maar dit is dan gewoon zo'n eroverheen jas of openhoudjas. Oh. Ja, ik vind hem eigenlijk wel echt heel gaaf. Ik denk dat ik hem heel even erbij hou nog. Ik twijfel al zo lang. Ik ga even kijken hoeveel die kost ook. Even kijken. Eventjes wat meer daglicht. Shit. Dit is denk ik ook heel leuk op een jurkje of zo, weet je wel. Hij is €12,50. Ik denk dat ik hem niet meeneem. Ik vind hem heel cool, echt heel leuk. Hij is ook echt een goede stof, maar nu twijfel ik weer. Goede kleur, weet je. Het ligt eraan hoeveel van deze dingen ik mee naar huis ga halen. Oké, ik hang hem even buiten. Dit is het volgende item, een linnen blouse. Die ik echt heel mooi vind. Met 38. Maar ik vind deze kleur blauw heel mooi. Ik ben benieuwd hoeveel mensen gaan zeggen: hey, een blouse bij M.A. Ja, misschien is hij een beetje te losjes. Het is een maat te strak, bedoel ik. Het is een maat 38. Ja, ik vind hem wel cool. Gouden sieraadjes. Ik zit nu in mijn denimbroek. Wat als ik onze twee knoopjes los doe en een strikje in maak? Wat gebeurt er dan met de look? Ja, ik vind deze eigenlijk wel heel erg leuk. Ook een heel bijzonder kleurtje. En deze is €2,50. En misschien zeg maar met als je op het strand bent, is het ook wel leuk als je dan een badpak aan hebt, dat je deze er open op doet. Of dan erop knoopt, zeg maar. Ik vind deze heel cool. Deze gaat mee. Dit topje vond ik eigenlijk bij de badpakken en zo. Het is een wit halter topje. Ik ben benieuwd.
weet niet zo goed. Het is een beetje schuin. Het schijnt ook wel echt ontzettend door natuurlijk. Ik weet het niet. Het is een beetje schuin. Als het hier recht is, dan is dit ding schuin. Ik wil nog wel een witte haldertop. Maar dit is hem gewoon niet. Toch? Nee. Oké, deze volgende top zag ik ook bij de lingerie. Dit is echt zo'n seamless stofje. En dit is dus eigenlijk voor mij niet bedoeld echt als top. Maar voor onder een mooi topje. Wat een beetje bijvoorbeeld strak zit. Of doorschijnt. Of ik heb geen idee. Oh, er staat ook bij. Ondermode is heerlijk zacht, sluit naadloos aan op je lichaam, past perfect en is niet zichtbaar onder je kleding. Zacht voor jezelf. Betere omschrijving nooit ik gewoon. En hij is nog helemaal nieuw, want dat kaartje zit er nog aan. Dus ik kan wel even kijken hoe deze staat, maar het gaat er meer om dat hij ook echt lekker zit. Ik vind dit echt een heel erg fijn topje. Als je bijvoorbeeld een... die zomertops van tegenwoordig zijn altijd super leuk, maar een beetje doorschijnend of tekenend. En dan zijn dit soort topjes altijd wel heel lekker om dat tekenen een beetje weg te gaan. En doorschijnen natuurlijk al helemaal. Deze neem ik. Ik kan bij satijn nooit wegblijven. Satijn en pyjama's. Ik slaap daar gewoon het allerlekkerst in. En ik vond deze soort met wit. Dus die ga ik ook eventjes aandoen. En als deze een beetje lekker zit, dan denk ik dat ik hem meeneem. Hij is een maat L. Ladies Nightwear. €2. Ben benieuwd. Nou. Het zit wel heel lekker, alleen denk ik dat die... Ja, ik heb altijd een beetje last van zwaartekracht als ik geen BH aan heb. Dus zou het net wat lekkerder zijn geweest als hier ietsjes, zeg maar, als een beetje off-stretch zat of het iets meer er zou aansluiten. Dus een maatje kleiner zou zijn. Ik vind hem wel heel erg schattig, maar ik denk dus dat een ander maatje net iets beter zou zitten. Dus ik vind het jammer. En voorheen zou ik deze alsnog gekocht hebben en scheid hebben en denk ik heb wat gekocht. Maar nu denk ik, nee, ik denk dat deze gewoon niet perfect lekker ligt en slaapt en doet. Dus deze neem ik niet mee. Deze vind ik een beetje spannend. Hij is wel heel erg cute. Maat 38, dus ik weet niet of die past. Maar als die past, is het echt een ultiem zomerjurkje voor mij, denk ik. Dus hij is echt mega cute. Dus ik ga hem even aandoen. Met de hits aan de zijkant altijd lekker. Hopen dat hij dicht gaat. Hè? Klein detail. Ik hoop dat hij past. Ik hoop dat hij past. En leuk staat. Even de broek ook uit. Want ik ga voor de full experience. Hij is een beetje groter dan ik dacht. Maar kijk hoe cute. Oeh, kijk. Ik moet even een schaduw creëren of zo. Kijk, het is echt. Stap naar achter. Ik zoom wel even in. Dat ga ik doen. Oké, kijk, het is echt heel cute hier. Oh, ik vind hem leuk. Nee. En de lengte is bij mij ook echt perfect. Oh, kijk, voorheen was ik altijd bang als je dan de maat 38 pakt dat hij niet past of zo, weet je wel. Maar gewoon alles passen. Het kan tegenvallen, het kan meevallen. En liever dat het meevalt dan dat het tegenvalt natuurlijk. Maar dan weet je het ook weer. Heb je ook weer wat geprobeerd, dus gewoon doen. Hetzelfde als wat ik nu hierna ga doen. Nou, ik doe eerst wel de rokken. Iets veiliger. Ik heb wat badkleding. Natuurlijk altijd wel een beetje spannend, maar ik zie bij één het nog heel de kaartjes eraan zitten. Dus die is nog helemaal nieuw. En alle dingen van
vroeger komen weer terug. Dus dit soort BH tops zijn, nou, dit is niet zo'n hele oude top, maar deze wel. Die komt weer gewoon terug. Ik vind deze echt super cute. Dus, maar ik ga eerst toch even naar de rokken. Vind ik ietsjes fijner. Maar deze neem ik 100% mee. Kan niet wachten om deze te dragen. Met rokjes is het nu weer in om eigenlijk een beetje een soort van tennisrokje aan te hebben. En ik dacht, oeh, dit is misschien wel een leuke. Maar het is echt lelijk. En ook een beetje groot. Of nou, lelijk is hij niet per se. Maar ja, omdat het zwart is, zie je het niet goed. En denk je, ah, het valt wel eens wel mee. Maar hij zit echt een beetje als een zoutzak. Staat ook open. Zie je. Dus totaal niet flatterend. Ook niet echt het tennislookje waar ik voor wilde gaan. Dus deze gaat meteen weer uit. Ik dacht de perfecte rok gevonden te hebben, want deze heb ik al gehad in een ander kleurtje, ook van de kringloop. Nou, die heeft het 2-3 jaar volgehouden en is nu stuk gegaan. Dus ik dacht, oeh, ik heb een nieuwe gevonden en hij is niet te klein, maar de rits gaat niet goed dicht. Als ik hem gewoon in mijn handen heb, gaat hij in één keer dicht. En als ik hem nu aan wil doen, niet. En dat kan natuurlijk zo zijn als hij dan te klein zou zijn, maar kijk, ik heb gewoon nog echt ruimte. En ik kan de rits over elkaar heen doen, maar hij gaat gewoon niet dicht. Ik weet niet, het lijkt net of hij dan in een stofje zit. En eerlijk gezegd, hij zit ook wel iets te strak bij mijn bovenbenen. Dus dit is hem sowieso niet. Maar had leuk geweest, want hij was maar €2,50. Nu heb ik nog de bikinis en dan ben ik klaar met de kleding van Stichting Kook. En dan ga ik nog even naar de schoenen, accessoires en zo. En ik hoop dat ik hier een hele leuke tas vind. Ik was namelijk, de laatste keer dat ik hier was, heb ik een babyroze tas teruggelegd. Mijn domme kop. Die zal er natuurlijk niet meer zijn. Dat is namelijk al best wel lang geleden. Maar ze hebben hier dus ook best wel leuke accessoires. Ik hoop dat ik iets kan vinden. Maar nu eerst bikinis. Ik merk, ik ben een beetje aan het uitstellen. Want met dit licht een bikini aandoen, altijd leuk. Oké, het topje is te klein. Het broekje niet. Ik heb trouwens wel mijn eigen ondergoed onder. Niet onder het topje. Maar ja, kijk. Dit is echt... Dit past niet, deze wel. En het ziet er nu heel raar uit. Mijn ondergoed zit er nog onder. Dus het zit hier allemaal kant wat er doorheen komt. Maar ik wel jammer, want ik vind het op zich wel een leuk printje. Naar de volgende. Hier zitten het broekje en topje nog aan elkaar vast. Dus ik moest even los van elkaar doen. Nu heb ik een topje aangedaan. Die past helaas niet. Maar kijk hoe raar het eruit ziet. Dat broekje hangt eronder. Maar deze pas ik ook helaas niet. Dus deze gaat terug. Wel jammer, want hij is qua stof echt prachtig. Heel mooi. Deze had echt mooi kunnen wezen. Maar mocht je hem zoeken, het is volgens mij maat 38D. Mocht je daar wel in passen, hij ligt hier. Alles is gepast wat ik net had gepakt. Ik vind het nog steeds wel jammer van de jas. Maar nee. En dus naar de accessoires. Slide into your mind so silky. Up under the town we fly. Clean it up just to make it filthy. Under the sheets of night. In your bed, ooh, that's a bed time
see you too. But don't worry, I'm not trying to be your wife. Slide into your mind so silky. Up under the down we hide. Clean it up just to make it feel. Oké, ik heb mijn 3 items gekocht. Dat is €8,50 kwijt. En nu ga ik onderweg naar Rataplan. En het regent niet meer. Dus ja, misschien heb je die vorige video al gezien. Deze straat lijkt een beetje gewoon op industrietrein. Maar het is dus aan te raden. 4 kringloopwinkels. En ik ben best wel lang binnen geweest. Ik heb geen idee hoe lang eigenlijk. Maar best wel lang. Dus ik weet niet hoeveel tijd ik nog over heb. Maar sowieso nu naar Rataplan. Oké, hier zat Rataplan. Daar sticht ik ook. Maar Rataplan is een heel stuk verplaatst. En ik ben dus in de buurt van deze. Dus hier gaan we als eerste naartoe. Oké, het is hier niet heel groot. Qua andere dingen trouwens wel. En het is ook nog een verdieping omhoog. Maar we zijn bij de kleding aan het kijken. Ik heb hier wel een keer iets gekocht trouwens. Ik kan me alleen niet meer herinneren wat. Geen Crocs. Oké, ik was hier mega snel weer uit. Geen kleding echt gezien, niet noemenswaardig. Ook weinig. Iemand wilde ook kleding komen afgeven. En toen zei ze, heb je kleding nodig? En toen zei hij, nee, hoeft niet. Toen dacht ik, ja, logisch, ik snap het ook wel. Veel meer andere dingen. Het is een leuke kringloopwinkel voor kleinere meubelen en ook grotere meubelen zelfs. Maar ik ga nu dus naar Rataplan. Ik ben er echt heel benieuwd naar. Oké, dan. Ja, ik heb zo maar gedaan. Ik was natuurlijk nog nooit in deze Rataplan geweest, dus ik denk dat ik stiekem wel even ga kijken op de afdeling. Maar allereerst, kleding. Ik ben heel erg benieuwd of het aanbod ook heel erg verschilt sinds ze zijn verhuisd. Ik heb geen idee. Het is wel echt een soort van heel raar blauw licht hier. Maar, mooi kleurtje. Let's go. Dit is nu niet helemaal mijn stijl meer, maar ik vind hem nog steeds wel heel cute. Leuk met zo'n flap. Precies op een punt waar je gewoon ook even lekker niet wil accentueren. Dus helemaal handig. Kijk wat voor merk is dit. Neon Rose. Ken ik niet. Cute. Verder heb ik best wel veel gehad. En nog niks gezien. Dus ik hoop wel even op wat betere aanbod. En ik sta nu trouwens bij de schoenen. Aan de andere kant zitten de jurken. Die blauwe schoenen van net heb ik niet genomen. Ik vond ze echt heel cool, eerlijk waar. Maar het was gewoon denk ik net het niet of zo. Maar het was wel echt een... ik vond ze cool. Het was wel gewaagd, laat ik het zo zeggen. De bovenkant is best wel cool, maar het is niet een leuk jurkje. Maar verder is dit best wel mooi. Ook een mooie kleur bruin. Als deze in mijn maat waren, had ik ze 100% gekocht. €6, het is maat 38. Ze liggen hier. Superleuk. Dat dit niet zo'n succes is, deze winkel. Maar ja, des te meer tijd heb ik om gewoon toch nog naar 4 kringloopwinkels te gaan. Dus nog eentje. Het zal wel leuk zijn. Deze is wel heel chill. Het is een strapless top, dubbel gevoerd bij de borst. Die ga ik wel even passen. Het is een maat M van H&M. Dus I don't know of die past. Oké, ik heb toch wat gevonden wat ik ga passen. Het is niet heel erg veel. Ook een beetje dat ik denk, oeh, is het wel wat? Kijk, deze bijvoorbeeld. Ik vergeet altijd hoe het eruit, hoe het heet. Nee, trouwens, deze ga ik niet passen. Never mind, sorry. Net dacht ik, oh, nou, als deze wat korter wordt. Maar ik zag denk ik die kwastjes nog niet echt. Die kan je natuurlijk ook altijd wel eraf knippen, maar... Nee, maar in ieder geval, dit printje is wel weer... Of zeg maar, deze techniek is wel weer helemaal hot and happening. Dus ik heb nog iets gevonden, maar dat... Ik weet niet of ik het pas.
Dat is deze. En ik weet het niet hoor jongens. Ik moet dit gewoon eventjes passen. Misschien is het wel leuk op gewoon zo'n broek. En verder heb ik nog dus het strapless topje. En dat is alles wat ik heb gevonden. De mannenafdeling was ook mega klein. Aanbod is niet heel groot. Ik denk gewoon dat ze nog aan het opstarten zijn ofzo. Ik heb geen idee. En ik ga ook wel gewoon kijken naar de rest van de winkel. Omdat ik het gewoon wil zien dat ik het nog nooit heb gezien. Dus dat neem ik jullie ook wel gewoon eventjes mee over de winkel, de afdeling. Ik doe even het ding open. Ik zie anders helemaal niks. Maar het had misschien wel cute kunnen wezen als hij zou passen. Maar het zit... Nee. Zien jullie het zo beter? Ik weet niet. Maar in ieder geval... Het idee is er, de uitvoering niet. Wat te veel. Ik heb dat andere shirtje toch maar even aangedaan. Want ik keek er heel snel zo naar. Toen was het weer even leuk. Maar nee, het is hem niet. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd, hè? Oké, ik heb mijn BH er even ingedouwd. Maar het is echt veel te klein. Ik heb hem ook krop gemaakt. Hij is gewoon veel langer. Maar ik wilde gewoon eventjes kijken hoe die stond. Maar dit is veel te laag. Het moet echt een heel stuk hoger voor mij. Want ik dacht dat het een M was. Maar het is gewoon een S. Ja, dat moet ik gewoon niet, eigenlijk niet eens proberen. Dat is niet waar, dan spreek ik mezelf tegen. Kan je altijd gewoon proberen. Maar ja, ik had het wel eigenlijk kunnen zien als ik hem gewoon voor me had gehouden. Maar in ieder geval, ik vind het wel leuk. Altijd losse broek. Ik heb nu fans eronder aan, dat die makkelijk aan en uit gaan. En dan zo'n topje. Ik vind het wel heel erg leuk, maar deze past gewoon niet. Anders had ik hem wel meegenomen, denk ik. Want het is echt totaal... Dus ik heb een zwarte BH aan. Kijk, zwart. Maar je ziet het helemaal niet. Maar ja, too klein. Weer. Ik vond nog één pad waar ik niet was geweest. Heb twee oranje shirts gevonden. Ik vind oranje. Even de ding dicht doen. Echt een super leuke kleur. Helemaal als je wat bruiner bent. En met mijn haarkleur of zo. Ik vind oranje wel leuk. Dus die ga ik nog even snel passen. En daarna ga ik door naar de rest. Oké, ik heb weer even mijn BH dus ingepropt. En ik heb hem wat korter gemaakt. Want hij zit eigenlijk nu gewoon dubbel. Hij hoort dus een stuk langer. En misschien zie je wel, deze zit een stukje hoger. Maar ik denk ook dat het beter zou zitten als ik een strapless BH echt aan heb. Of gewoon geen BH. Want nu hangt hier gewoon echt nog een stukje BH. Maar kijk, ik vind deze wel heel erg leuk. Ook met een denim broekje. Mooi oranje kleurtje. Met goud en dus bruine, mooie. Ik vind altijd ook trouwens oranje bij donkere dames prachtig. Het is echt gewoon zo'n pop of color. Dus ja, ik denk dat ik dit wel leuk vind. Yippie. Ik heb trouwens nog één oranje ding. Ik mag er eigenlijk voor mezelf maar één. Dus ik moet even kijken welke het beste en mooiste is. Die andere is eigenlijk gewoon een hemdje. Maar dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om daarmee te layeren en te doen en zo. Maar deze is anders sowieso wel al een go. Dit is eigenlijk, vind ik, wel een compleet andere kleur oranje. Nou, niet compleet. Maar het is wel een andere kleur oranje. Deze is veel meer vibrant. En dus een hemdje. Ja. Shit, jongens. Deze is ook wel echt heel, heel fijn. Hij zit heel lekker. Voelt nog helemaal aan als nieuw. Maar heb ik nou gezegd dat ik er maar eentje mag, hè? Nou, wat denk je zelf, Emily? Ik ben benieuwd welke jullie zouden doen. Even kijken wat de prijzen zijn van allebei. De strapless top is €1,25. En... Oh, dit is altijd even leuk. €1,25 allebei. Dus voor €2,50 zou ik twee topjes hebben. Als het had gemogen van mezelf. Shit, 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 shit. Deze broek is trouwens van de Zara. Mocht ik daar vragen over krijgen. Shit, 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 shit. Eigenlijk vind ik het dan het leukste nog. Zonder BH. Of strapless. Kan natuurlijk ook met die pandje. Ik denk dat ik ga zwichten. Ik weet het nog niet zeker. Ik ga er even over nadenken. Van de kleding gaat het over een fietsen en wat grote meubelen. En schilderijen zie ik. Allemaal andere dingetjes. Daarachter, waar ik niet helemaal ga filmen, zit allemaal mensen. Dit is echt te schattig voor woorden. €5,20. Heel cute. Maar naar de kleingoed.
Nou, we gaan nu naar de laatste van vandaag. Het was nog erg gaan regenen, dus ik heb even lekker een trui aangedaan. Maar het was niet zo succesvol als ik dacht eigenlijk. Ook in de laatste kringloopwinkel, ik was er ook best wel snel weer klaar mee. Het was echt niet super veel soeps. Ik had er dus eigenlijk meer van verwacht. Ik hoop, of ik denk jullie ook, en ik hoop niet dat jullie super teleurgesteld zijn. Ik zal toch nog even laten zien wat ik wel heb gekocht. Want ik heb 4 items gekocht in totaal. Nou, ik ga er even snel doorheen, want deze hebben jullie al gezien. Dit topje, die Miegel was met kaartjes nog, heerlijke stof. En deze was dus 2 euro. Blij mee. Het linnen blouseje, die was 2,50 euro. Ik vind deze kleur echt prachtig. Heel mooi. Voelt ook helemaal nieuw aan. En hier ben ik echt mega blij mee. Heel blij dat ik deze heb gevonden. Ik ga hem ook lekker nu snel in de wasmachine gooien. Dit is trouwens een maat 38. Dat had niemand gedacht. En deze was 4 euro. Dit super schattige topje. En ik had nog even gekeken of ik hem off-shoulder ook nog een beetje kon dragen. Maar dan zag hij er een beetje raar uit. Maar misschien nog wel een beetje zo opzij. Dus dat je dit, je halsgedeelte ietsjes groter maakt. Dat vind ik ook altijd heel erg mooi. Ik moet even kijken hoe dat zit. Deze ziet er best wel gedragen uit. Ook het ritje hier, zeg maar, is vaak gebruikt. Maar ik ben er blij mee, want hij is nog wel echt heel mooi wit. Dik linnen. Hier ga ik echt in paraderen. Als we op vakantie gaan nog. We willen nog wel op vakantie gaan. Ik moet alleen even kijken wat er allemaal doorgaat. Het allerliefste zou ik natuurlijk naar Bali gaan. Want dat zouden we eigenlijk gaan dit jaar. Maar door de hele crisis kon dat niet. Is ook op het moment nog niet een bestemming waar je mag komen. Je wil er volgens mij ook niet zijn nu natuurlijk. Op een bepaalde plekken niet in de wereld. Maar misschien gaan we naar Italië nog. En ik heb voor 1 oranje item gekozen. Deze, de ander was wel heel erg leuk. Maar gewoon iets minder qua kleur, die was wat flatser en hij was niet verwassen of zo. Dat was gewoon de kleur, maar deze was gewoon meer echt een pop of color. Is dus 1,25 en ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb nog 1 ding gekocht in de laatste kringloopwinkel, maar dat is iets wat nu al in de vaatwasser zit. Zie ik altijd heel lief voor mij al in de vaatwasser gedaan. Dat is namelijk een grote gele kom. Die had ik nog niet, dus ik zal hem eventjes erin editen. Dat is deze. Die was 3 euro. Ik ben er wel heel erg blij mee, want ik vind hem echt heel leuk qua kleur. En ook qua grootte. Dus dat is alles wat ik heb gekocht in deze video. Echt teleurstellend eigenlijk. Ik denk dat ik nog een keer maar versie 2 van naar het Gooi ga doen. Of ik wil echt een keer naar het noorden van het land. Naar een kringloop. Gewoon even een keer weer wat geks. Zijperstraat is eigenlijk wel heel erg leuk. Maar het viel mij nu gewoon wat tegen. Misschien dat natuurlijk even wat stichting koop was dicht geweest. Rattenplan is verhuisd. Was het aanbod gewoon wat minder. Dat kan allemaal. Dus het is nog steeds wel een aanrader. Maar wacht nog even een maandje. Dan hebben ze waarschijnlijk weer allemaal nieuwe dingen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Mocht je nog aanbevelingen hebben, laat het weten in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag heel snel weer. Mocht het hier zijn gekomen, laat dan het woord oranje achter. Oranje boven. Oké, bedankt voor het kijken. Doeg!